Ja, zoals gezegd, straks om 9:30 dus hier live een gesprek met minister van Engelshoven. Maar eerst zit hier bij mij aan tafel Daphne Wassink. Daphne, het koornetwerk Nederland. Dit was ook weer zoiets toen ik vanmiddag mijn informatie kreeg. Dat je denkt, ja, er zijn natuurlijk honderden koren. Er zijn mensen die staan met z'n allen te zingen. Als er nou iets is wat op dit moment niet mogelijk is, dan is het tegen elkaar aanstaan en een hele avond een concert geven, zingend. Dat klopt. En dan onderdrijf je nog, want het gaat niet om honderden koren, maar het gaat echt om duizenden koren. Duizenden koren. Het gaat echt om duizenden koren. Dat schept al wel een klein beetje positieve hoop, want dan gaan wij straks over die 406, daar gaan we over de 500.000 heen komen. Maar goed, ga verder. Duizenden koren. Inderdaad, we hebben echt duizenden koren. Moet je eerder denken van boven de 15.000 ja. Koren. En inderdaad... het zingen in een koor en alles wat erbij komt kijken is misschien eigenlijk precies datgene wat diametraal tegenover social distancing staat. Ja. De sociale component is heel belangrijk. Je staat schouder aan schouder te zingen. Vaak inderdaad repetitieruimtes, soms wat kleine ruimtes. En de koffiepauze is evenzo belangrijk. Ik wil niet zeggen belangrijker, maar is ook heel belangrijk. Het is natuurlijk ook een sociaal gebeuren. Het is een wekelijk iets. Gebeuren. Mensen kijken ernaar uit. Absoluut. En het wordt ook echt heel erg gemist. Ja. Het feit dat je me moest corrigeren dat er duizenden koren zijn, ja, zegt veel over het belang van dit soort gezelschappen. Absoluut. Wat is er zo belangrijk? Waarom is het zo belangrijk dat dit blijft voortbestaan? Nou, wat wij merken, sowieso zingen is heel gezond. En wat wij merken, het is een activiteit die je eigenlijk heel laagdrempelig kan beoefenen. Er is altijd wel een koor te vinden waar ook als je met weinig ervaring kan je instappen, met veel ervaring kan je instappen. Het maakt niet uit van welk type repertoire je houdt, of dat popmuziek is, lichte muziek, rockmuziek. Maar wacht even, met weinig ervaring, ik bedoel, als mensen geen toon kunnen houden, dan lijkt het me niet dat ze welkom binnen een koor zijn. Wij hebben ook wij die niet kunnen zingen koren. Oh, echt? Ja hoor. Het wij die niet kunnen zingen koor? Ja, hebben we ook. En die geven ook voorstellingen? Ik heb nog nooit een concert iets minder gezien, dan 30 maar... man. Ja, precies. Maar we zijn er ook wel van overtuigd dat uiteindelijk iedereen wel kan zingen. Ja. En we hebben ze natuurlijk we hebben internationaal ook de beste koren in Nederland. Maar waarom is het zingen in zo'n groep zo belangrijk? Ik zou niet weten waarom zoveel mensen daar naartoe trekken. Statistiek laat ook zien, 25% van de Nederlanders houdt van zingen en 10% doet dat samen met anderen. Ik denk dat er ook echt wel een behoefte is om dingen samen te doen. Het is misschien ook wat laagdrempeliger dat je, als je zegt, nou, ik weet niet zo goed, dan is het wat veiliger, denk ik, om te zingen met z'n allen. Ja, absoluut. Ja, ja. Ja, dat lijkt me minder kwetsbaar. Het is minder kwetsbaar, ja, absoluut. Oké. Okay. Waarom, tot slot, zit jij hier vanavond aan tafel? Waarom is het zo belangrijk om je te vertellen? Naast dat ik ontzettend trots ben op alle koren en dirigenten ook, hoe ze de afgelopen tijd zijn bezig geweest om de energie vast te houden, maken wij ons ook wel heel veel zorgen. De media-aandacht die ook voor een aantal incidenten is geweest, tragische incidenten is geweest, heeft er ook voor gezorgd dat er bij een deel van de zangers heel veel angst is ontstaan. Ja. We zijn ook al 2 maanden... Je bedoelt besmettingen binnen bijvoorbeeld een koor in Amsterdam? Ja, precies. Ja. We zijn ook al 2 maanden bezig om met elkaar in beeld te brengen van, goh, hoe kan je weer veilig zingen? Ja. Nou, dat kan. In Duitsland wordt ook alweer begonnen. Hoe kan dat dan? Voldoende afstand houden, goed denken wat voor type ruimte je gebruikt. Buiten zingen zou bijvoorbeeld ook al kunnen, maar mogen we eigenlijk nog niet. Er zijn echt wel manieren om straks weer met elkaar aan de gang te gaan. En we hebben alle creativiteit en alle ondersteuning ook nodig van gemeenten en provincies, overheden, om dat ook mogelijk te maken. En de erkenning waarschijnlijk dat het zo belangrijk is. Ja. Okay. Ja. Dus, nou ben ik wel heel erg benieuwd voor hoeveel mensen jij hier vanavond wil gaan tekenen. Ja, ik wil hier graag tekenen voor namens alle zangers die direct bij ons zijn aangesloten. Ja. Via onze korenorganisatie die bij ons zijn aangesloten. Ja. En dat zijn 133.049. Daarvoor wil ik graag tekenen. Het is goed. Je hebt het ook echt op een bonnetje meegenomen. Als ik niet beter zou weten, zou ik denken dat je met een cheque naar me toe kwam. Je hebt de straatprijs gewonnen, meneer Groenendijk. Nee, dit was ook voor mezelf om te onthouden hoeveel om te het zijn. Zeg het nog eens, 133.049. Nou, wij gaan ruim over het 500.000 komen met jouw komst. Dus jij bent een hele belangrijke spil geweest die hier deze afgelopen week is tot nu toe is aangekomen. Kijk eens, we zitten op 539.739.
Fantastisch dat je er was. Ja. Daphne Wassink, ze gaat nu achter mij hier tekenen. Dank je wel voor je komst. Ja, dat is wel bijzonder. Ja, ik ben natuurlijk totaal weer van de kippenvel.